Nou ja, normaal doet hij, zou dit ook alleen gedaan hebben, deze reis. Dat maakte het ook wel relaxter voor mij. Dat het niet voor mij opgetuigd was, zeg maar. Het was daar ongelooflijk prachtig. En zij mijne ook. Maar het was echt heel leuk om elkaar te zien, want ze was eigenlijk al klaar toen ik binnenkwam. Ze heeft bij de bakfiets even staan wachten. Zij ging gisteravond voor het eerst sinds de kinderen zijn 2 weekjes met z'n tweeën op vakantie. Dus daar kon zij even lekker over vertellen. En Daniel steeds mijn Duits verbeteren. Hm. Ik vind dat niet erg. Zeker van hem niet. Maar ik legde hem uit dat ik al lang blij was dat ik tegenwoordig gewoon mijn mond open doe. Ah, dat schrok hij dan ook wel. Als ik 2 dagen in Duitsland ben, spreek ik dus weer. Dat je toch. Dat is goed. En de mensen zijn zo lief daar. Het is echt nog liever en zachtaardiger. En... En Daniel steeds mijn Duits verbeteren. Hm. Ik vind dat niet erg. Zeker van hem niet. Maar ik legde hem uit dat ik al lang blij was dat ik tegenwoordig gewoon mijn mond open doe. Ah, dat schrok hij dan ook wel. Als ik 2 dagen in Duitsland ben, spreek ik dus weer. Dat je toch. Dat is goed. En de mensen zijn zo lief daar. Het is echt nog liever en zachtaardiger. En...